Ik weet niet of ik dit al eens in de vlog heb gezien. Misschien moet ik helemaal de aard op haar. Show jongens en meisjes, stop weer kijken naar een videovlog. Het is ondertussen al 12 uur, kwart na 2 ongeveer. Sorry dat ik de vlog zo laat start. Maar hoor die vogeltjes buiten. Oh, het geluid van vogeltjes. Het geluid van leuke vogeltjes. Hoe leuk is dat? Ik kan natuurlijk ook op YouTube opzoeken en dat erin editen. Maar dat doe ik niet. Want je hebt hier echte vogeltjes. Waarom zal ik dat doen? Oh. Bewazig zeker? Nee, toch niet. Ik ben gewoon slecht belicht. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Toch? Mijn belichting ligt daar en daar. Dus ik kan nu geen belichtingen bijzetten. Maar ik zie je weer terug. Pardon, ik heb net gegeten, dus alle 11 vergeten. Maar ik bedoel, laat maar, ik zie je weer terug. Ah ja, en jongens, nog iets. Hé, hey, ik heb mijn bed op. Ik had van de nacht echt een nachtmerrie dat het logo van mijn bed er ging afkomen. Het is keigoede kwaliteit. Het komt er niet af. Maar toch had ik een droom. Ik weet niet hoe dat komt. Hij ligt hier op de grond. En het logo is er nog altijd niet af. Een goede kwaliteit. Dus ga even kijken op mijn Facebook. Dan dacht ik ze wel eens. Als ik een foto met mijn bed online zet, dacht ik ze ook wel eens. Dat was een harde. Maar ja, ik zie nog wel hoe ik dat allemaal oplossen. Maar jullie kunnen sowieso wel eens checken op Facebook. We zullen het wel ergens tegenkomen. Maar ja, ik heb ze nog niet echt gedacht of nog niet echt gesponsord. Dus ja, ik kom niet echt tegen. Instagram kan ik, denk ik. Kunnen. Pagina's van Facebook op Instagram tegen. Want Instagram en Facebook, dat zijn twee aparte dingen, maar het zijn wel tweezelfde eigenaars, dus. Ach ja, ik zeg je bij terug, ik ging eigenlijk al stoppen met filmen. Maar ik had een droom over mijn bed, dus ik wou nog zeggen, tot straks. Nope. Chill jongens en meisjes, ik weet, niet veel opgenomen, maar dan ga ik direct de vlog eindigen, dat is maar geen 10 minuten. Nee, nope. Ik heb nog een heel verhaal achter mij en ik ga dat niet in de vlog van vandaag steken, maar in deze vlog. Dus ik bedoel niet in de vlog dat ik normaal vandaag opneem, maar in deze vlog ga ik dat nog steken. Ja jongens, in deze vlog. Dichter bij 1 april is dan die andere vlog. Het is eigenlijk een 1 april grap. Maar dan. Ja, dan gewoon. Een paar dagen later. Omdat het een droom is met 1 april. Dus eigenlijk een droom met heel mijn klas. Ik zat dan in school. En in mijn klas zat ik dan. Gewoon. En ineens viel Mattie neer. Jullie kennen Mattie wel. En iedereen van... Maar iedereen wist dus dat dat een 1 april grap ging zijn. Maar ik ken niet. Ik zei zo, Mattie, hoe heeft dan water gehad? Hoe gaan we dit doen? Juf. En de juf negeerde. En ik dacht zo, what the fuck? En ineens kwam Mattie recht. En ik verschot me zot. En de juf zegt ineens, daar moest ik zwijgen. Voor een 1 april grap. Als dit in het echt zou gebeuren, dit zou gewoon de engste en de grappigste 1 april grap zijn ever. Want zelfs de juf deed mee. Dat is zo grappig. Spijt dat dat niet echt gebeurt. Maar ja, ik zit niet op school op 1 april, dus ja. Aan die gebouwen. Ja, nog niet raar. Weet je wat dat was? Maar we zaten in huis met camerabewaking. Dat was een heel ander huis dan dat ik ooit gezien heb. En we zaten in een huis met camerabewaking. We zaten aan de computer met camerabewaking. Want we hadden dat nieuw gekregen of zo. En dan hebben we
Mijn ouders lieten naar de kamer. Dan kwamen wij terug. Ik zat tv te kijken gewoon. En ze zagen iets raar op de camerabeelden. Dat was echt eng, jongen. Niet te geloven. Ineens kwam er iets naar dat beeld van die camera. En ineens stopte die camera met filmen. Geef die no signal. Dus ze lopen keihard naar boven. Ik kijk op dat ding. En ik even terugspoel wat er gebeurd is. En ik zag, dat kan ik ook naar boven. Dat is echt eng, jongen. Wat ik van de nacht gedroomd heb. Niet normaal. Echt niet normaal. Ik zit nu naar de lagers te kijken. Omdat dat het eerste is wat er 's morgens. Oh, oei, shit. Dat moet ik niet hebben. Wat er 's morgens op zondag is te zien. Nee, ik ga wat Disney Plus zien, denk ik. Ja. Sorry dat ik vandaag echt zo weinig opgenomen had. Jullie zagen het ook. Ik heb gewoon hier wat opgenomen. De vlog gestart eigenlijk. En ja, we hebben eigenlijk niet zoveel gedaan. Ja, boven. Boven. Dus PlayStation staan. Daar heb ik even samen mee gespeeld en zo. Veel daar filmen kan niet, want het is gewoon een game dat wij spelen. Dus ja, een game is dit voor dit kanaal. Dus ja, dat gaat dus niet. En sorry dat ik zoveel geel, maar ik heb altijd morgens. Echt altijd morgens. Ik geel. Jullie hebben dat wel door. Maar kijk ook iets leuk hoe dat hier ligt. Ik weet niet of ik dit al eens in een vlog heb gezien. Dit kunnen dus helemaal zo uit elkaar halen. Wacht, ik ga eens proberen. Leuk geweest voor de vlog van vandaag. We kunnen altijd als titel gebruiken. Tuurlijk. Ja. Ik is het wel heel lang stuk. Ik kan het nog langer maken. Jipta, jipta. Up, up, up. En, oh, kijk, nu de tweede bom afbreken. Ik weet niet meer hoe dat was, maar ik kon daar ook iets groot van maken. Dus dat ga ik nu proberen te doen. Maar dat is heel moeilijk. Dus moet dat juist. Ik zie ook dat mijn gezin ietsjes te veel naar boven staat. Zo is beter toch? Ja. Sorry dat ik mijn vinger van de camera hou. Nee, dat is veel te naar boven. Zo is ongeveer goed. Zit ook te dicht tegen mijn camera ook. Ik moet wat naar achter mijn camera zitten. Hallo. Oh, dus dat ik weet niet goed. Oh, heel dat statief breekt ook altijd al. Zien. Ja, jongen. Grote statief. Allee, er komt toch nog een? Oh, pech dan. Dan moet je maar zo zien. Ik heb geen beter statief nu. Kijk, zo ziet dat er dan uit. Dat is zo'n heel groot ding. Kunnen we er normaal van maken? Normaal denk ik, hè. Natuurlijk niet dat dat echt gaat werken. Dat ik er echt zo'n groot stuk van kan maken dat ik goed bezig ben eigenlijk. Normaal wel, want het ziet er toch mooi uit. Het ziet er toch mooi uit. Wacht. Wacht. Ipta. Kunnen jullie nog volgen? Ja. Anders als jullie dit ook maar eens kopen en dat ook willen doen. Er zijn hier video's aan. Ik weet niet hoe dat dit speciaal noemt, maar ja. Maar kijk, dit bedoel ik. Deze twee kan ik alleen maar maken. Ik kan ook nog speciale dingen maken. Hoe kom je ze eens op?
Zoeken. Oh, ik ga eens proberen mijn statief. Echt, dat ga je in 100 stukken afbreken, dat statief. Dat is niet te geloven. Echt geleden, joh. Zo, dat is beter, toch? Oh, nu zien we de staan, nu zien we te veel. Laat maar. Dat is dat. Ja, nu zitten we. Plaats het gewoon hier. Krijg het niet naar de jongens. Zijn statief is helemaal afgebroken. Er liggen zelfs stukjes op. Op de grond. Het is maar Lego, maar toch. Het komt heel wat uit los. Dat is zo irritant. Moet je zien hoe dat je dat kan fixen. Oh jee, hier is een ander statief. Ik heb een ander idee. Ja, dat gaat nu niet. Ik heb dit statief wel. Ik zal dat thuis nog fixen, want hier heb ik geen Lego om dat te fixen. Zo, dat is beter. Nee, het ding is deze, om dat breder te maken, want ik vond niet zo'n blok. Zijn dat allemaal losse stukjes. Maar soms komen die niet goed los. En die moeten in zijn geheel loskomen. Maar soms doet dat dat echt niet. Echt niet, jongen. Jo, ik breek alles af. Moet dat zo in zijn geheel loskomen. Maar dat doet het echt nooit. Dus ik ga het nu op zijn laatste stuk zetten. En dan zeg ik, ik zie jullie morgen terug. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet op blauw duimpje omhoog te drukken. Of op de bel te doen. Naast de abonneerknop. En ik zie jullie morgen terug om 4 uur 16 uur dus. En dan zeg ik zoals altijd, GG, out, later.